Het Suriname Nieuws Centrale vraagt aan de president: in welke maand verwacht u de FID? Wat zal de impact hiervan zijn op de inkomsten van het land in 2024 en 2025? Hoe zeker is dat er in 2024 gestart zal worden met de quarantainebrug? Wij geven als eerste de president de gelegenheid om in te gaan op de vragen. Ja, bedankt. Ten aanzien van de FID, daar is in ieder geval tijdens het laatste bezoek van de CEO van Total Energies, en hij is enkele maanden geleden geweest, hij is ook in de media verschenen, heeft hij in een meeting met de president in aanwezigheid van directeur Staatsolie. En op basis van alle technische presentaties aan mij doorgegeven dat de FID nog voor einde van dit jaar komt. Het laatste kwartaal van 2024. Er is op een gegeven moment een bericht verschenen in de internationale media alsof er een vertraging of een verschuiving zou kunnen plaatsvinden, dat het meer naar achter geschoven zou kunnen worden. En dat heeft een beetje storend gewerkt. Ik heb toen gevraagd dat de minister van Buitenlandse Zaken en de directeur van Staatsolie afreizen naar Parijs, omdat wij het fijne van wilden weten wat er precies aan de hand is. En daarbij is nogmaals bevestigd dat Total Energy zich houdt aan de FID bekendmaking voor einde van dit jaar. Ik heb recentelijk nog ontmoet de regionale directeur. Die heeft nogmaals bevestigd dat FID dit jaar is. Dus wat moet ik zeggen? Ik ga af op basis van officiële mededeling gedaan door Total Energy. En ik heb goed vertrouwen dat voor eind dit jaar nog die FID bekendgemaakt wordt door Total Energy. En dat wij starten met de exploitatie en dat de first oil zal zijn begin 2028. Dat is allemaal officieel medegedeeld aan mij. Tweede is dat van quarantainebrug. Daar is er een biddingsprocedure gestart. Eerst met die expression of interest, dan die expression of proposals. Uiteindelijk is van 10 plus bedrijven, is het nu geworden 2 bedrijven. Er is een technisch team, er is een interministerieel team bestaande uit ministers van Suriname en van Guyana. En dan zijn er de 2 presidenten die finaal het besluit moeten gaan nemen op basis van de advies en inzichten. Alle informatie zijn al verschaft. Wij zijn bijeengekomen ruim 3,5 maand geleden in Guyana. En daarbij is dan afgesproken dat alle 2 bedrijven een officieel schrijven gaan krijgen waarin we gaan vragen of ze bij hun bidding gaan blijven. En 2, hoe zij dit project gaan financieren. Beide hebben inmiddels al gereageerd. 1 is namelijk een bedrijf uit Turkije, in Europa, Balas Nedam. En 2 is een bedrijf uit China, CRBC, afkorting. En nu moeten we naar de finale beslissing. Dus ik denk dat het interministerieel team werkt aan het finaal advies voor de 2 presidenten. En het besluit zal zijn dat het project zal gaan naar de bidder die het goedkoopste is. En het verschil tussen beide bedrijven is ongeveer 100 miljoen. Dan begrijp je dat wij gaan naar het bedrijf, het is een Chinees bedrijf, dat het goedkoopste is. De vraag is hoe ga je het financieren? Omdat we gestart waren met het project op basis van design, build, finance en operate. Maar nu is het dat we die financiering niet kunnen doen. We zijn bezig in de regio om te kijken hoe we die financiering kunnen krijgen met financiële instellingen. Er zijn gesprekken ook geweest met IDB. We hebben als 2 presidenten ook besluit genomen, nu we weten dat het
toch een Chinees bedrijf het project gaat krijgen. Laten we nu heel vroeg aankloppen bij de president van China en hem ook informeren dat daar er een brug gebouwd wordt, dat naar alle waarschijnlijkheid een Chinees bedrijf dat project gaat krijgen. Wat is die bereidwilligheid van China om die brug te financieren? Nou, dat verzoek is gedeponeerd bij de president van China. We kijken uit naar het besluit. En de planning is namelijk dat de grounds ceremony voor de launch van de brug, eerste paal, dit jaar moet plaatsvinden.